Tom Gabel is dat dus met A Swinging Christmas. En we gaan even testen, want we hebben Tom Gabel in de uitzending. Hoor je ons nu wel, Tom? Want het ging net eventjes mis. Ja, ik hoor jullie wel. Ah, perfect. Goed. Hartstikke goed. Tom Gabel, we moeten jou even introduceren. Want in Nederland ben jij bij het grote publiek nog niet zo bekend, denk ik. Hè? Klopt dat? Al 20 jaar geleden was ik zeker wat bekender. Want toen was ik met een Nederlandse band heel veel onderweg. En we hebben Sinatra soms gespeeld en ook concertjes gegeven. Maar dat is al 20 jaar geleden. Ja, dat is al 20 jaar geleden. Maar je spreekt heel goed Nederlands. Ja, ik vind het echt een beetje verrassend. Volgens mij was het... ik heb in Nederland in Amsterdam gewoond tot 2003. En dan ben ik terug naar Keulen gegaan. En dat is nu 17 jaar her, geleden. Dus sindsdien heb ik bijna helemaal nooit gepraat. Nee. Je hebt eigenlijk van alles gedaan ook. Hè? Van huis uit ben je eigenlijk ook een presentator van computerspelletjes. Oh nee, dat is mijn broer. Dat is Colin. Is dat Colin? hij staat onder jouw naam via het internet staat hij gewoon aangegeven. Oh ja? Ja. Was jij van de rockband of was jij ook niet dat? Sorry? Was jij wel van de rockband of niet? Van Mondo Kane? Dat was ik wel. Dat was jij wel, gelukkig. Dat was ik wel. Ik had een rockband en ik dacht eigenlijk vroeger dat ik een groot rockster zou gaan worden. Ja, dat was wel heel andere muziek dan wat je nu doet. Ja, het is nog niet gelukt. Ik was, als ik nu de foto's bekijk van toen, dan zie ik gewoon, ik was nooit hip en cool genoeg voor een rockster. Dus het is heel goed wat ik nu doe. Dat is veel meer dan wat ik goed aan zeg. Tom, de beeldverbinding is hartstikke goed, is prima. Alleen qua geluid is het niet zo goed. Dus ik denk dat het goed is als we even nog wat muziek gaan draaien. En dat wij nog even gaan proberen om ook de audio helemaal in ordnung, zou ik maar zeggen, te krijgen. Ja, ik hoor jullie ook allemaal dubbel, op mezelf dubbel. Ja, daarom. Dus er gaat iets niet goed. Dus we gaan even een mooie plaat draaien. Zullen we... Welke gaan we draaien, Arnoud? Wij vinden Quando. Quando vinden wij wel heel erg mooi. Vind je dat goed, dat we Quando even draaien? Ja. Ja? Perfect. Oké. Tom Gabel is dit. En Quando. Hij speelt veel instrumenten zelf. Wellicht dat hij zelf zijn eigen plaat ook bijna helemaal in kan spelen. Volgens mij speelt hij saxofoon, piano, hij drumt. En hij zingt ook met een timbre wat ons doet denken aan Frank Sinatra. Als het goed is, Tom, hoor je ons nu weer? Ja, ik heb het... alles goed gehoord, dus dank je wel daarvoor. Ah, heel mooi. Nou, we horen jou inmiddels ook ietsje beter. Ja. Volgens mij is het iets beter. Goed, nou, we gaan het gewoon nog een keer... Ja, onze excuses, Tom, maar de techniek zit wel eens een keer een beetje tegen. En het is natuurlijk ook al ver weg, hè, Duitsland. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Nee, dat is onzin. Tom, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Op welke leeftijd kwam jij naar Nederland? Dat was als ik 21 was. Toen je 21 was? Ik heb, tot dan was ik in een klein stad, in nog niet heel ver van de grens, 80 kilometer, Ibbenburen heet het. Zeg maar een beetje in de hoogte van Venlo, op de hoogte. En dan ben ik naar Bussum gegaan om in Hilversum te studeren. Oké. Okay. Hey, het helpt misschien ook als je het volume van de telefoon of de laptop waar je op kijkt ietsjes zachter zet. Moet je even goed blijven luisteren, maar dat helpt waarschijnlijk ook een klein beetje. Ik ben dus naar Nederland gekomen, Bussum. Ja, Bussum, ja. Bussum ook, dicht bij Hilversum. Ja, ik hoop dat het ook beter is. Vanwaar de keuze voor Nederland om daar conservatorium te gaan studeren? Ik bedoel, kon dat in Duitsland niet? Of waarin zit hem dat? Ja, toen was het in ieder geval zo dat Nederland heel veel meer... veel meer studenten met jazzopleiding had. Dat was in Duitsland, was dat in Keulen of nog in Essen of zo mogelijk. Maar in Nederland was, vooral in Hilversum, was de grootste hoogschool voor jazz, zeg maar. En ik wou graag jazzdrummer en jazztrombonist worden. Ja. En dus was die keuze echt heel, heel makkelijk voor mij om naar Nederland te gaan. En ik vond het ook leuk om een keer in Nederland te zijn. Dus niet in Duitsland de hele tijd. Maar hoe lang heb je dan in totaal in Nederland gezeten? Want je spreekt zo goed Nederlands en nog steeds. Je bent hier al heel lang weer weg. Ja, ik was 2 jaar bezig met drummen en trombone spelen. En dan ben ik gewisseld naar zang. Toen wij met het hele
conservatorium naar Amsterdam zijn gegaan. Daar is een fusionering gebeurd en zo. En dan zat ik daar nog 3 jaar of zo. Dus ik was in totaal 5 jaar aan het studeren in Nederland. Ja. Nou ja, het heeft je geen windeieren gelegd, zoals wij dat in Nederlandisch zagen. Want je hebt er, ben jij dat die in 2006 de Jazz Award voor heeft gekregen? Ja, ik heb een paar keer de Jazz Award gekregen, ja. Nou ja, zo zie je maar weer, weet je, waar Nederland toch goed in is. Ja, we hebben toch een beetje chauvinistisch, hoor. Een Nederlands tintje hieraan. Maar kun je even uitleggen, hè, voor de Nederlanders die denken, ja, Tom Gabel, ja, wij draaien jouw muziek. Ik heb jou ooit een keer ontdekt, ik weet niet meer waar, ik geloof een cd ergens gekocht. En toen dacht ik, wat zingt die man fantastisch. En dat was jij dus. En ik wist niet dat je een Duitser bent. Want jij, aan jouw Engels hoor je dus niet dat je Duits bent. En heel vaak, als Duitse artiesten Engels zingen, hoor ik daar toch een Duits accent in. Bij jou helemaal niet. Dat is heel knap. Ja, ik ben heel blij daarom. Dat werkt natuurlijk met die muziek die ik maak. Dus als je zo echt maar Amerikaans muziek maakt, of zingt als swing en die big band muziek en Frank Sinatra. Als het dan naar Duits klinkt, dat werkt helemaal niet volgens mij. Dus ik ben blij dat het blijkbaar niet zo is. Maar heb je dat van nature? Of is er iemand bij jou die daarop let? Helemaal goed, maar Nederland hoort het heel goed. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, 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 ja. Maar heb je dat van nature? Of is er iemand bij jou die daarop let? Nee, volgens mij is het gewoon dat ik zo heel veel naar die muziek heb geluisterd. Naar Frank Sinatra. En ik heb altijd geprobeerd net zo te zingen als hem. En dan word je natuurlijk ook beter in dat... In die taal. Ja. Dus ja. Dat, volgens mij is het gekomen door het heel veel luisteren om echt het goed te doen. En dan wordt het Engels ook beter. Hoe bekend en hoe groot artiest ben jij in Duitsland? Om ons een idee te geven. Nou, ik zou zeggen, het is natuurlijk wel, ik doe swing. Ik doe geen popmuziek, dus het is allemaal een beetje in die jazz, in die swing sfeer. Dus ik ben niet, als ik een plaat maak of zo, dan gaat het niet... op één, of dan is het niet heel... Ik ben wel vaak op televisie te zien, maar die muziek is natuurlijk wel... is niet, zeg maar, wat teenagers gaan dat niet zoveel luisteren. Ik heb dus veel meer die mensen, zeg maar, tussen 30 en 60, 70, die naar mijn concerten komen. En het werkt wel heel goed. Ik kan heel goed die muziek maken en ik moet niets anders doen. Of zo, zeg maar, een andere werk nog daarnaast doen. Mm-hmm. En, maar het is natuurlijk niet dat ik een bekende popster ben of zo in Duitsland. Zo werkt het gewoon niet met die muziek. Nee. Je bent eigenlijk een soort van moderne, met wat oudere liedjes, James Last. Ja, alleen dat hij niet heeft gezongen. Maar ik hou ook heel veel van die easy listening muziek. Mm. Dus ik probeer met mijn eigen band, met mijn eigen plaatjes, altijd zo'n beetje tussen de big band muziek van Frank Sinatra en dit soort style. En een beetje met van die easy listening te doen. Dus een beetje van alles. Ja, je hebt alleen dit jaar, want je had nu weer een nieuw kerstalbum uitgebracht, zag ik. Wel bestaande liedjes, maar een paar nieuwe eraan toegevoegd. Je hebt een live album en een best-of album allemaal dit jaar uitgebracht. Ja, je moest je iets doen. Hè? We konden allemaal niet als muziek... Als muzikant. Ja, als muziek, als zanger kon ik natuurlijk net als in Nederland... Ik denk dat iedereen hetzelfde gaat en ging... kon je bijna geen optredens doen. Dus ik heb dan een beetje de tijd benut om tenminste een album te maken en een plaatje te maken. En wij hadden eigenlijk het idee om dit jaar 15 jaar Tom Gabel met een grote tour... door in Duitsland te vieren, maar dat ging dus niet. Dus ben ik naar een studio gegaan, heb nieuwe songs opgenomen en een plaat gemaakt. Dus die tijd was er wel voor. Ja, ja. Ja, dat je wat meer thuis bent, dat zal je vrouw ook fijn vinden, denk ik. Ja, het was wel... Is dit je vrouw? Want helemaal... dat hebben we ook maar van internet af, hoor. Sorry? Dus is dit wel je vrouw? Want ik bedoel, dit hebben we ook maar van internet. Dit is er nog wel. Ik ben mijn vrouw en nog steeds mijn vrouw, ja. Oh, ja, goed, ja, nee, gelukkig ook. Mooie vrouw heb je trouwens. Sorry? Mooie vrouw heb je. Ja. Ja. Heel goed. Ik ben ook heel blij dat ze mij heeft willen... trouwen. Willen huren? Nee.
Nee, heiraten. Marriage. Heiraten. Ja, ja, ja. Ja. Heiraten, ja. Trouwen. Ja, trouwen. Ja, trouwen. Heel dat goed. Ze maar ja. even willen trouwen. Ja. Ja. En het was wel heel nieuw voor ons. Ik zit wel, als ik geen optreden heb, dan zit ik wel veel thuis, zeg maar, in mijn studio. We hebben een studio en woning is een beetje hetzelfde. Oh, mooi. Maar ja. Toen mijn vrouw dan ook in het, zeg maar in de lockdown was en dan altijd van thuis heeft gewerkt, hebben we dus vanaf maart of april vier weken op. Alleen maar met ons twee gehad. Maar het ging heel goed. Oh, gelukkig. Dus jullie blijven ook geheiraten. ja, precies. We blijven getrouwd tot dit jaar. Ja. En ik hopelijk ook nog 2021. Ja, dat hoop ik ook voor je. Nog vele jaren, ja. Wat is nou het grootste verschil tussen Nederland en Duitsland? Daar heb ik wel vaak over nagedacht. Ik vond het niet helemaal heel verschillend. Wat ik wel vond, dat ik toen met mijn band, ik had een Nederlandse band, het waren de Young Sinatra's. Het was zo'n soort kleine big band. Ja. En ik heb nooit meer zoveel moeten lachen als met dit band. Dus ik heb wel een beetje het gevoel dat het een beetje iets waardigs heeft. Dat Duitsers niet zo helemaal zo grappig zijn, tenminste, als Nederlands. Ik vond het in Nederland altijd heel, heel, ik kon heel veel lachen. Ik, heel, heel bizar en bijzonder humor en altijd, lucky! En, het was gewoon een heel grappige tijd. En dat vind ik een beetje minder in Duitsland. Wat verder vind ik het echt niet heel groot verschil. Nee, het lijkt ook in heel veel gevallen lijkt het natuurlijk ook op elkaar, hè, Duitsland en Nederland. Heb je nooit de ambitie gehad om ook in Nederland door te breken? Of Europees? Of Europees, ja. Ja, ik zou eigenlijk wel graag weer een keer meer optredens doen in Nederland. En ik heb een heel goede herinnering aan die tijd. Het was heel leuk. Het was toen ook nog meer zo dat in Nederland die mensen nog veel meer, zeg maar, in dit swingmuziek, in die Amerikaanse muziek waren natuurlijk. Dat is heel, heel veel bekender nog volgens mij. Of nog mensen houden nog bijna nog meer daarvan van die muziek dan dan Nederlands. Dus Frank Sinatra in Nederland te spelen was altijd heel, heel leuk. Dat zou ik wel weer graag doen. Ik denk ook dat dus als iemand me vraagt. Nou, ik denk dat er zeker. Zo, ja, absoluut zeker, Tom. Ik denk dat er zeker markt voor is in Nederland om een tour hier te doen. Misschien wel leuk als corona en de lockdown voorbij is. Wij nodigen je graag uit om hier in onze tv-uitzending een optreden te geven. Misschien is dat wel een eerste aanzet tot een nieuwe carrière in Nederland. Zou ik graag willen doen. Ik was nog net voor het lockdown, was ik met mijn vrouw in Amsterdam weer een keer op bezoek. Oh, echt? En het was zo leuk. En ik dacht, na al die jaar, dit is zo een mooie stad. En ik wil, ik zeg nog tegen mijn vrouw, we moeten echt eigenlijk elk jaar moeten we tenminste één keer naar Amsterdam gaan. En dit jaar gaan we in kerst gaan we naar Amsterdam, want dat is zo mooi. Oh. Dat is dus niet gelukt, maar nee. Ik hoop dat het dan misschien volgend jaar weer gaat. Nou, laten we dan gewoon afspreken dat je dan, want wij zetten een half uur rijden van Amsterdam af, dat je hier met je vrouw misschien wel gezellig even langskomt en een interview doet en een optreden. De tijd zit er alweer bijna op, helaas, Tom. We hebben nog een video gekregen van Manfred, van jouw manager, denk ik. Feels Like Home, is dat nou je nieuwe single? Of is dat Words? Of Quando? Nee, dat is een single van 2 jaar geleden. Ah, oké. Dit jaar, die zit wel ook op mijn Best Of album. Ja. Wacht even. Oh, wacht, ja. Ja. Hij is wel goed in marketing. Je hebt een LP ook, ja. Dit ben ik. Ja. Je ziet het wel. Allebei? Ben je dat allebei op die foto trouwens? Sorry? Ben je dat allebei op die hoes? Ja, dat is een spiegel. Oh, sorry. Dus, ja, dat zagen we ook wel. Dat hebben jullie ook wel in Nederland, denk ik. Ja, spiegels hebben we ook. Bijzonder. Ja, spiegelbeelden vooral ook. Hey, Tom, en wat Words? Is Words dan een vrij recente plaat of niet? Words is het, zeg maar, een echte nieuwe song van dit album. Want ik vond het heel leuk om met 15 jaar, zeg maar, de Best of Tom Gabriel. Ik wil iets doen van mijn, als ik heel jong was, als ik een kind was, dan was het zo'n beetje die eerste. In Duitsland zeg je oorworm. Ik weet niet wat het is in Nederland. Ja, ook in Nederland. Ja, in Nederland hetzelfde. Oorworm, ja. Oorworm? Ja, dat is hetzelfde. Ja, die Words, een heel leuk liedje. En dat heb ik dus in een swingversie gedaan. En dat is zeg maar eigenlijk die single van dit album. Ja, heel goed. Oude hit uit de jaren 80 van F.R. David. Welke zullen we draaien nu? Jij mag het zelf zeggen. Feels Like Home met de clip erbij of Words? Jouw de keus. Doe maar Words het nieuwe. Goed, gaan we eruit met Word. Tom, de afspraak staat. Ik heb je nummer en
Nou ja, ik hoop je binnenkort hier live te zien in de studio. Ja, dankjewel. Dat zou heel gek zijn. Dankjewel, hè. Dag, Tom. Dus, tjus. Happy holiday aan iedereen.